En waar staan we weer? In de pannenkoekenkeuken. Wat ben je weer aan het maken? Havermout, pannenkoek, rozijnen, eiwitten, eieren en pindakaas. Dat is lekker, hè? We hebben dus besloten om in Macedonië mee te doen. En Elisa BK en Diamond Cup. Vandaar een overheerlijke, lekkere ontbijt, eitjes. En een spicy garlic, no, zero calorie. Allee, zero calorie is dat niet echt. Sausje, die is echt wel heel goed. En natuurlijk een moko. En wat moet je nog allemaal doen of voorbereiden? Eigenlijk moet jij alles voorbereiden, want ik moet vannacht 12 uur werken. Vandaar die lieve post op Instagram, jongens. Ja. Heel schoon geslijm. Gewoon geslijm. Nee, en dan morgen straks mee tennen aan mijn werk. Rond half 12. Elisa. En dan morgen vertrekken we. Straight to Macedonia. Yes. Nu gaan we veel meer kunnen filmen, omdat ik de cameraman ben. Ja. Want Kenzie die is daar niet zo goed in. Om wow. Twee dingen tegelijkertijd te doen. Dat niet, nee. Dat niet. Is helemaal goed. Smakelijk. Smakelijk. Dus wij zijn nu op de luchthaven. Onderweg naar Vienna. En ik ben helemaal onder voet. Ik heb al van gisteren 8 uur niet gegeten en ik mag pas om 3:30 eten na de inweging. En drinken. Omdat? Dat ik anders mijn gewicht niet haal. Ik weeg nog een kilo te zwaar. Erg, hè? Heavy life. You gotta do what you gotta do. Normaal zou je zo'n heel mooi uitzicht verwachten. Dat is gewoon België. Ja. Goodbye. Oké, jongens. We hebben heel slecht nieuws. Onze flight is vertrokken zonder ons. Dus dat wil zeggen dat Kenzie een hele dag niet heeft gegeten of gedronken heeft. Om zijn gewicht te halen, want in zijn klasse is dat belangrijk. En nu dus nog steeds niet kan eten of drinken. Omdat onze vlucht pas om 10 uur 's avonds vertrekt. Dus dat wil zeggen dat we hier 10 uur nog zitten. Registratie is al gedaan, want dat was maar tot 6 uur. Dus dat wil zeggen dat hij toch heeft kunnen regelen dat hij zich morgen kan registreren. Maar ja, ik kan dan niet eten, ik kan niet laden. Dat is echt een hele soep. En het was ook niet onze fout dat de vlucht al was vertrokken. Echt niet normaal. Ja, dat is echt erg, jong, wat er gebeurd is. De tanning moet nog gedaan worden, dat moest allemaal vandaag al gebeuren. Hij moest vandaag al beginnen eten na de laging, na de weging. Ja, ik kan niet stress. Ik kan niet eten, ik kan niet drinken. Morgen om 9 uur mag hij zich registreren. Maar ja, de competitie begint misschien al om 11 uur of zo. Ja, dan heeft hij maar 1 uur de tijd of zo om te eten. Dat gaat niet, hè. Je gaat nooit je spieren zo vol krijgen. Maar ja, goed. Voor alles is een oplossing. We gaan ons best doen. We gaan er gewoon een nachtje door van maken. Dus ik ga hem in de nacht tennen. Hij gaat, of ja, in de nacht kan hij toch niet eten, want ja, het is pas morgen vroeg registratie. Als hij nu geen gewichtslimiet had, dan was dat niet zo erg. Maar nu, met die klasse wat hij doet, is dat wel erg. En dan morgen nacht, om 4:30 s'nachts, hebben we onze vlucht terug. En we hebben geen hotel geboekt meer, omdat ja, dat heeft toch geen zin. Dus wij hebben gewoon eigenlijk 2 nachtjes door dat we nu gaan doen dit weekend. Ja. En zondag werken nog. En hij moet zondag werken en ik heb volgende week wedstrijd, ja. Slaap is heel belangrijk. Stress houdt vocht vast. Ja. Ja, we doen ons best. Ik kan hem zo goed mogelijk helpen. En we zullen wel zien. Niet, hè? Dus jongens. Komt.
Is het hier? Ik heb nu geregeld dat we een koffietje te drinken mogen vroeg, want die registratie en sloot af om 8 uur. De baas van Attila, een biertje. Dus, we moeten hier, mag, het is nu 2:30, allee, 2:40. En we hebben pas om 10 uur boarding, dus we zitten hier nog een aantal uur. Maar gelukkig heb ik mijn eten in mijn bagage. Dus heb ik gewoon mijn zakjes mee. Dus ik kan gewoon preppen. En het enige wat we nu kunnen, allee, wat ik mag drinken is een koffietje en water en cola zero gelukkig. Kenzie mag wel een beetje eten. Maar ja, hij moet dus morgen om 9 uur inwegen. En ja, dus we gaan gewoon wachten in Vienna. We're still sitting right here. Met mijn food. In a good company. This man. Kenzie mag zelfs een burger eten. Blijven wachten, wachten, wachten. Hey, Kenzie. Here's his burger. Last meal. Bon appétit. And this is my meal. Some air. Do you want to? Oh yes. To eat your air? Oh, thank you. You need my hair. So. Alweer een paar uur later. It's almost time. 9:30. We gaan ongeveer aankomen in Macedonië om 12 uur en we gaan in ons hotel zijn om 12:45 s'nachts en we zijn al van 6 uur maximum, ochtends wakker. Of ja, minimum zeg maar, want we moeten nog wachten op de bagage, dit, ja. Dat. En we moeten nog, als we op hotel komen, inchecken, we moeten mij nog intennen, 1 à 2 lagen. En om 6 uur morgen vroeg moeten we weer al terug uit om weer in te tennen. Ik moet om 9 uur mij registreren morgen vroeg. En ik moet om 7 uur gaan trainen. Ja. Op lege maag van 7 tot 8, want ik heb vandaag niet getraind. En ook geen cardio gedaan. Maar ik heb vandaag wel 11.000 stappen gezet, zeker op de luchthaven. Ik heb wel rondjes gewandeld. Dus dat is wel goed. En dan van 8 tot 8:30 of zo ga ik ontbijten. En dan ga ik Kenzie verder helpen. Daarvoor moet ik Kenzie nog intennen en zo. Dus ik denk dat we rond 5, 6 uur al wakker zijn morgen. Dus ja, dat wordt wel een leuke dag. We hebben ook een kamer, kamer voor de dag erna bijgeboekt. Eerst was dat dus niet de bedoeling, dat hebben we nu wel gedaan. We hebben het nodig, want we zijn echt op anders. Dat gaat gewoon niet anders. En morgen na de wedstrijd moet ik ook naar de supermarkt voor mijn maaltijden. Maar ja, komt wel, het gaat wel leuk zijn. I'm going to support you. Dat hoop ik, man. Het is de laatste keer, dus... Ik geen zorgen. What, we arrived. Het is nu al zaterdagochtend. Kijk maar mijn hotelkamer trouwens. Je let niet op de hommel. Heel mooi, Kenzie, hoe voel je je? Goed, maar ik moet wachten tot de inweging, dus ik kan niet eten. Yes, inderdaad. Maar uw laagjes zitten er al op, gelukkig. Komt helemaal in orde. En ik ga nu sporten. En Kenzie. How did it land? Laden na de inweging. Hoeveel woog je? 90,9. Ik mag 91 kilo wegen. Ja, dat is perfect. Nu is hij niks aan het lot over laden. En het is bijna zover. Niet normaal, maar relax gelukkig. And enjoy. Yes. Ja. Ja. Yay, check-in gemaakt. We hebben een smatje, kijk eens een kaartje. Er zijn niet zo heel veel deelnemers, hè? Ik denk 90. 90, ja. Hij staat in een line-up van 5 en 6 mensen, denk ik, hè? 5 en 6. Ja, dus... Een knallen. Yes. Alles hetzelfde. Stage.
It feels like Nick, but he's ready. Look at that. Excuse me. Love it. Vijf tot tien minuten nog voor je podium. Yes. Quarter to the right. Quarter to the right. A quarter to the right. Face with the jetty. Abdominals on tights. For the athlete number 51 from my FBB Oh my god, she deserves it so much. Like happy yesterday. I just in the face. Fuck Austrian Airlines.